dit weekend op de Oogstdankdag van de ZLTO. En jullie zijn een publiekstrekker. Ad de Bruin, wat doe jij precies bij de Amerstreek Manners? Ja, goedemiddag Lucia, ik ben Ad Bruin, ik ben de voorzitter van Stichting Amerstreek Manners. En ja, publiekstrekker, dat is inderdaad al gelijk een zware belading voor ons. We doen het samen, zo zien we het ook. Wij zochten een terrein en hun zochten iets erbij. Nou, dat is gelukt. We hebben hier een prachtige locatie. En wij organiseren hier dit jaar onze tweede menwedstrijd. Menwedstrijd, die bestaat uit een dressuur- en een vaardigheidstraject. En ja, je ziet hierachter zeg maar, dat ze er druk mee doende zijn. Hoeveel deelnemers doen er zo mee vandaag? We hebben dit jaar 38 deelnemers. Dat zijn er veel. Dat zijn er 7 meer dan vorig jaar. Dan hebben we het begin gemaakt. We hebben in het begin van het jaar heel erg wat problemen gehad met de overgang naar de KNS. Dat is de bond voor het mennen ook, voor het paardrijden. Dat heeft wat stampij gegeven in de regio. Daardoor waren we heel erg bevreesd dat we weinig deelnemers zouden hebben. Maar het tegendeel is gelukkig waar. We hebben er 38 en we hebben gewoon op een gegeven moment moeten zeggen we stoppen ermee. Anders hadden we het vandaag niet kunnen handelen. Of we zouden naar een groter terrein moeten hebben. En alles wat hier rondrijdt, heeft dat zich speciaal ingeschreven? Kunnen ze overal inschrijven of hoe werkt dat precies? De mensen kunnen inschrijven afhankelijk van de klasse waarin ze rijden. Ze rijden hier in de klasse van B, L, M, Z en ZZ. Het wordt steeds zwaarder. Dat betekent dat de proeven nog steeds moeilijker worden die ze moeten gaan rijden. En ook in de vaardigheid dat de poorten steeds smaller worden. Ik zag net bij een wagen, want ik mag geen karken zeggen. Bij een wagen zag ik net een vrouwtje achterop zitten. Ze zit helemaal niet met haar gewicht mee te doen. Wat doet ze daar? Nee, ze mag in dit geval het gewicht niet in de strijd gooien. Dat is de groom, zoals we dat noemen. En de groom heeft de functie om de proef die ze moet afleggen in de dressuur, om die voor te lezen. Dus er wordt voorgelezen van de ene letter naar de andere letter, zodat de menner de aandacht daarop kan vestigen. Ja, dat moet je maar weten. Dat moet je maar weten, ja. Eigenlijk hoor je het ook zelf te weten, maar door de zenuwen zeg maar in de proef is het wel handig dat er iemand achterop zit die het voorleest. En dit gaat met een bepaalde puntentelling. Hoe ver kun je hier nou mee komen? Of ga je dan naar een andere klasse of hoe werkt dat? Klopt, je begint in de laagste klasse, in het B. En op een gegeven moment dan haal je bij iedere wedstrijd haal je winstpunten. Die worden geregistreerd. En op een gegeven moment als je voldoende winstpunten hebt, mag je over naar een volgende klasse. En is dat dan ook bij jullie bij de Amerstreek Manners? Ja. Wij zijn er dit jaar bij aangesloten. Dus voor het eerst kunnen de manners die nu deelnemen winstpunten behalen. Dat vergt van ons heel wat van het secretariaat om dat allemaal in het programma te krijgen. En de uitslagen zoals ze nu verwerkt worden. Maar we hebben gelukkig ook heel veel bijstand gekregen vanuit die KNS weer. Dus ja, we hopen inderdaad dat wat ons beloofd is, dat we om 4 uur met 1 druk op de knop de uitslagen hebben. Dat is nog spannend. Ja. En is dit regionaal of komen jullie door heel het land of ook in het buitenland? De manners die hier rijden, dat is niet internationaal. Dus het zijn allemaal regionale rijders. Het zijn doorgaans hier allemaal mensen uit het zuiden van het land. Oh. Ja. Maar in principe kan iedereen uit heel Nederland hier deelnemen. Maar er zijn zoveel van dit soort wedstrijden. Ja, dat op zich zeg maar het meestal zich concentreert in een bepaalde regio. Maar in principe kan iedereen meedoen. Op wat voor manier krijgen ze hier een prijs in de vorm van een beker? Of waar worden ze mee beloond? Nou, we hebben ook buiten het feit dat we zeg maar een hele mooie locatie hier hebben kunnen bemachtigen, hebben we gelukkig ook heel veel sponsoren. Sponsoren in Natura. Er zitten hier in de regio ook nogal wat winkels met dierenbenodigdheden. En die waren heel erg bereid zeg maar, om ons te voorzien van allerlei mooie prijzen. Is het een dure sport? Is voor iedereen weggelegd? Dat is wel het doel van onze stichting. Een hele goede vraag ook van hem. We hebben vorig jaar een stichting opgericht om deze wedstrijden te organiseren. En ons doel is om het laagdrempelig te houden. Zodat in principe iedereen deel kan nemen aan de menwedstrijden. Ja. Dat is voor iedereen weggelegd. En is het ook mogelijk dat iemand samen met een ander zo'n kar rijdt? Dat ze de kosten samen delen? Ja. Dat zie je hier ook, hè, dat de mensen samen met... Hier, sorry, zeg ik weer kar, ja, wagen. Ja, koets of rijtuig, zo zou je het moeten noemen. Maakt verder niet uit, ik weet wat je ermee bedoelt. Het is inderdaad zo dat hier zijn mensen die gewoon samen gebruik maken van de kar. Nou zeg ik het zelf ook, hè. Geen probleem. Dat kan. Ja, en dat mag ook. En zo kun je inderdaad toch de kosten delen. Wat zijn ze hier achter ons nou aan doen, Ad? Nou, hierachter zijn de mensen die zijn hier aangekomen en die zijn hier achter zijn ze aan het inrijden, zoals we dat noemen. En dan proberen ze het paard lekker warm te krijgen. En op het moment dat dat zover is, dan wachten ze op een teken van de jury, hierachter bij de twee dressuurringen. En op het moment dat ze een teken hebben gekregen van de jury, dan kunnen ze met de proef beginnen. En
Dat is te vergelijken met in de manege van A naar B. En het is hier alleen waarschijnlijk groter omdat er wagens achter hangen. Ja, klopt. De maten hier zijn 30 bij 60 meter. Terwijl als je praat onder de man, dan zijn die afmetingen doorgaans 20 bij 40 meter. Dus je hebt inderdaad hier meer ruimte nodig. Maar het principe is hetzelfde. En dat is ook vandaag de wedstrijd. Het zijn twee elementen. Eén element is zijn twee dressuurproeven. Dat is een jury aangelegenheid, dus dan ben je afhankelijk van de jury ten aanzien van je prestaties. En het andere onderdeel is de vaardigheid, en daar hebben we het dadelijk nog even over. En dat gaat zeg maar op tempo en op met kegels. En net als die jury, wat voor onderdelen kijken hun naar? Ook hoe dat je omgaat met het paard, of je veel woorden nodig hebt, of dat je het meer op het gevoel doet? Ja, nou, het zijn verschillende onderdelen. Het zijn inderdaad gewoon de proefrijden, dus op tijd gaan stappen, draven. De overgang van het ene element naar het andere, de goede lettervolgorde, stilstaan. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar de totale uitstraling. Hoe ziet het totaal eruit? Is het verzorgd? Daar krijg je ook punten voor. En gebruik je ook genoeg de hulpen. En de hulpen, dat kan de zweep zijn, maar dat is ook de stem. Dat klopt, er wordt allemaal op gejureerd. Een totaalplaatje. Ja. En de andere proef, legt die eens uit? Ja. Nou, de andere proef is het vaardigheidstraject. Het vaardigheidstraject bestaat uit een 20 poorten, zoals we dat noemen. Een poort is een doorgang met twee kegels. De bedoeling is dat de aanspanning daar tussendoor rijdt. Op die kegels liggen ballen. En de bedoeling is dat de mensen het traject af gaan leggen. Dus die 20 poorten in de goede volgorde, binnen een bepaalde tijd. En als kan, zeg maar, zonder dat die ballen rollen. Want op het moment dat er een balletje rolt, dan hebben ze een strafpunt te pakken. En degene die het hele parcours binnen de tijd aflegt zonder dat de ballen rollen, die komt ook nog een keer in aanmerking voor de barrage. En in de barrage, dan mogen ze aansluitend rijden. Dan gaan de mensen zeg maar op tempo rijden. Dan is er geen toegestaande tijd, maar dan proberen ze zo hard mogelijk te rijden. En dan hoeven ze ook maar een beperkt aantal poorten te nemen. Tot nu toe, hoeveel hebben hem foutloos gereden? Ik heb net gehoord dat er maar twee zijn geweest die hem foutloos hebben gereden. Dus het staat vrij scherp vandaag. Die komt niet door de wind? Dat komt niet door de wind. Nee, die ballen zijn, als het goed is, zeg maar, waaien ze er niet zomaar af. Nee. Dat wordt wel eens een keer gesteld. Van ja, ik reed er langs en het kwam door de wind. Ja. Maar dat kan eigenlijk niet. Er zit er dus nog wel één spectaculair stukje aan te komen met die barrage. Ja, met de barrage, die wordt wel aansluitend gedaan. Dus die twee mensen die hem foutloos hebben gereden, die hebben die barrage gereden. En waar ik heb begrepen is er maar één iemand die dat foutloos heeft gedaan. Dus ik ben benieuwd wat het vanmiddag nog gaat worden. En wat opvalt, Ad, is toch dat er een heel veel plezier bij deze sport is. Ja. Want ik zie jong en oud die zo'n lol hebben. Ja, absoluut. Nou, dat is inderdaad ook, daar genieten wij ook van. Daar hebben we het ook allemaal voor gedaan. Het is echt, de voorbereidingen zijn gigantisch voor zoiets. Maar het is inderdaad, als je dan hier komt en je ziet al die mensen, dat ze heel blije gezichten en iedereen is er lovend over. Ja, dat is gewoon geweldig. Daar doe je het voor. We zijn ook ten opzichte van, en dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, je hebt ook onder de man rijden, het dressuren en het springen. Ja, dan gaat er toch iets anders aan toe dan hier met het mennen. Hier gaat het een stuk gemoedelijker. Ik zeg ook al, probeer het laagdrempelig te houden. En er zijn wedstrijden bij, daar komen mensen met tractoren en een kaartje erachter. Nou prima, zo moet het gaan, vind ik. Ik zou zeggen, erg bedankt voor de uitleg en voor het leuke ontvangst hier. Ja, en wie weet zien we jullie binnenkort weer eens een keer in onze eigen Drimmelen. Hè? Goed, ja, afgesproken, Lucia. Bedankt ook. Dankjewel.